Ik eet 's morgens een goed ontbijt, een beetje havermout, thee, een paar boterhammen misschien. En dan doe ik een training, afhankelijk van het programma, een rustige duurtraining of een intensievere training die dan misschien iets korter is, die meer na 4 uur zal neigen. Terwijl een rustige duurtraining misschien eerder 6 uur zal duren. Regelmatig stop ik ook onderweg om de bussen bij te vullen. Wat drank met mineralen in om het zouttekort aan te vullen. Jan is toch wel een van de renners waar we op rekenen in de toch wel zwaardere eendagswedstrijden. Zijn kwaliteiten van renner liggen daar toch wel. En daarmee doet voor de overwinning. Ik denk dat hij daar absolute kwaliteiten voor heeft. Hij heeft ook het lef voor te koersen, voor daar in die wedstrijden voor te gaan. Als de training gedaan is, zal ik soms eens naar de massage gaan. Meestal duurt de massage een uur en meestal is dat niet echt zacht, maar ik heb liever dat ze redelijk hard doorduwen, zodat het dan op het moment zelf misschien iets minder aangenaam aanvoelt. Maar dan ben ik zeker dat mijn herstel beter is dan als ik het niet zou doen.